Soms zijn er links en rechts van de zon regenboogachtige vlekken te zien. Dit noemen we bijzonnen. Een bijzon is een optisch verschijnsel aan de hemel en komt best wel vaak voor in Nederland. Een ander woord voor een bijzon is een halo. Er zijn verschillende soorten halo's. Soms zijn er twee bijzonnen tegelijk te zien, maar vaak betreft het er maar eentje. De bijzonnen die staan op zo'n 22 graden vanaf de zon. Een bijzon ontstaat als het zonlicht door de ijskristallen van sluierbewolking heen valt. De ijskristallen werken als een prisma en breken het licht. De ijsdeeltjes die moeten zeshoekig van vorm zijn en heel langzaam door de atmosfeer naar beneden zweven. De mooiste gekleurde bijzonnen zie je als de zon dicht bij de horizon komt te staan. De zonnestralen vallen dan bijna recht door de ijskristallen, waardoor de kleurbreking optimaal is. Een bijzon is rood aan de kant van de zon en blauw aan de buitenkant. De kleuren staan niet zo mooi naast elkaar als in een regenboog. Dat komt omdat de kleuren elkaar vaak overlappen en daardoor wordt de kleurstelling vaak zelfs een beetje wit. Ook heeft de bijzon een beetje een driehoekige vorm met een staart naar de buitenkant. Als er bijzonnen zijn te zien, dan kan je misschien ook wel een circumzenitale boog zien. Zo'n boog is zeldzamer, maar wel veel mooier om te zien. Mensen noemen zo'n boog ook wel een regenboog op zijn kop of een glimlach aan de hemel. Een circumzenitale boog ontstaat op precies dezelfde manier als bijzonnen. En zie je dus bijzonnen, kijk dan ook omhoog, want misschien zie je wel zo'n prachtige boog en die wil je gewoon niet missen.